In Nijmegen lopen zo'n 150 supporters vanmorgen een protestmars vanwege het vuurwerkverbod. Daarom is er ook veel politie op de been. Boze supporters komen op het trainingsveld onder andere verhaal halen bij directeur Bart van Inge. Bij NEC is er overigens wel iets van vuurwerk, georganiseerd door de club. Met of zonder vuurwerk, bij NEC hebben ze wel vertrouwen in een goede afloop van de derby van morgen. We hebben kracht, we hebben snelheid, we hebben de motivatie. We hebben hele jonge spelers die kunnen lopen, 300 minuten kunnen die lopen. En zijn fit en, ja, en zijn ook gretig voor de derby. Ja, de kans is altijd 50-50, derby, veel strijd denk ik, agressiviteit. Maar ik denk wel dat het een mooie wedstrijd gaat worden, ja. Hier en daar nog een vlammenwerper en een beetje muziek. Maar ook in Arnhem is er een protest tegen het vuurwerkverbod. Een behoorlijk stil protest verder. Er komen weinig supporters op de training af en er is amper gezang. Er hoort het er gewoon bij. Een beetje vuurwerk, een beetje rookbommen. Maakt het juist wel leuk. Vorige keer was het ook veel leuker. Met de rookbommen. Het is gewoon kut zo. Gewoon echt kut zo. Daar heb ik alle woorden voor. Ik ben het niet mee eens. Hoewel de supporters de spelers dus nog niet hebben wakker geschud voor de wedstrijd van morgen, wordt het wel een eitje voor de Arnhemmers, als we de fans moeten geloven. Luisteren of strijden voor degradatie, joh. Maar wij strijden nog voor plek 4. Walk over noemen we het morgen.